Ja, het carillon van Zaltbommel wordt al eeuwen bespeeld. En nou schijnt het zelfs zo te zijn dat toen de beroemde componist Frans Liszt in 1842 hier met een stoomboot over de Waal voer, dat hij bij het horen van de klanken van het carillon de bespeler wilde vereren. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk. De laatste 40 jaar wordt het carillon bespeeld door Ruus Tolk. En dat doet hij iedere dinsdag tijdens de markt. Doet hij live en op vrijdagavond. Dus vandaag niet, maar ieder kwartier hoor je toch een heel mooi deuntje voorbij komen. Is hij nou al klaar? Nou, dat was wel heel erg kort. Maar op het hele uur schijnt het nog mooier te zijn. Heb ik helaas geen tijd voor, dus ik ga er weer vandoor.